De regering van Jotham. Jotham was 25 jaar oud toen hij koning werd. 16 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jeruzia, de dochter van Sadok. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, precies zoals zijn vader Oezia. Hij echter betrad de tempel van de Heer niet. Maar de Judeërs bleven doorgaan met hun verfoeilijke praktijken. Het was Jotham die de bovenpoort van de tempel van de Heer bouwde. Hij liet ook uitgebreide werkzaamheden verrichten aan de stadsmuur bij de Ophel. Hij bouwde vestingen in het bergland van Juda en burchten en torens in de beboste gebieden. Hij trok ten strijde tegen de koning van de Ammonieten en overwon hem. De Ammonieten droegen hem dat jaar 100 talent zilver, 10.000 kor tarwe en 10.000 kor gerst en schatting af. En ook het volgende jaar en het jaar daarop. Jotham kon de macht stevig in handen houden, want zijn hele leven was gericht op de Heer zijn God. Verdere bijzonderheden over Jotham, over de oorlogen die hij voerde en wat hij nog meer ondernam, zijn opgetekend in het boek over de koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Toen hij stierf werd hij begraven in de Davidsburg. Zijn zoon Argas volgde hem op.